17, 18 jaar voor FCC Amersfoort. Dan gaan we kijken naar Niels Hobo. De Nuster, Mark Mettler, de Hoepers, Kevin Sissen, de Trappers, Ricardo de Bie. Voor het drie team zien wij Ronald Lemmens. En voor FCC Wiels, Joey Dielissen. En ze zijn vertrokken. We gaan kijken naar Dielissen. We gaan kijken naar de Bie. Maar we gaan naar de Lemmens kijken. Want die gaat daar heel goed mee. Moet Dielissen daar even een stokje overgeven aan die andere twee heren. Waar hij vandaag eigenlijk alweer wel sterk was. Maar de strijd pas getreden als deze getreden is. We gaan kijken naar de Bie. Hoe dat ging van het goede middel. Gaat hij daar dan wel goed uitkomen? Ja, pas hij toch naar alles tussen. Kijk eens naar Dielissen. Hoe hij dat even doet, zeg. Op techniek, op springen, op meenemen van die afloop van die poten. Daarmee naar de snelheid. Daar ga je niet hoppen. Nee, daarmee kun je de overwinningen pakken. En dat gaat hij ook doen. De winst vandaag bij de Bear van 17, 18 jaar is voor de Wiels, Joey Dielissen. Door naar de A-finale.